Dus we zouden hier op de voorfront van het oplossen van kramp kunnen zitten. Ja. Interessant. Je hoort het hier eerst in de Slimme Presteren podcast. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over het raadsel van spierkramp. Is augurkensap een oplossing? Het is het horrorscenario van iedere atleet. Ben je net lekker onderweg voor een toptijd, krijg je pats, boem, kramp in je kuit of je hamstring. Is het de hitte en heb je te weinig gedronken misschien? Wat is eigenlijk de oorzaak van spierkramp? En hoe kun je het vermijden? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Gerrit. Zitten we weer. Het is tijd voor onze wekelijkse podcast koffie. Zeker. We gaan op zoek naar het antwoord op de vraag, hoe ontstaat kramp en wat kun je er tegen doen? Want jij hebt een enorme review-studie gevonden. Hè? Wat is dat ook alweer voor de mensen die niet zo thuis zijn in de wetenschap? Artikel. Dat is een artikel die alle bestaande literatuur bij elkaar schraapt. Kijkt een beetje naar de kwaliteit van alle gegevens. In principe alle slechte studies, die gooit hij eruit. Ja. En dan kijkt hij van, wat is nou precies het bewijs dat bepaalde over middeltjes helpen. Over wat kramp is, ja. Wat veroorzaakt kramp. En, ja, want daar is nog veel ruis over op de internetfora, social media. Iedereen Absoluut. Heeft wijsheden over wat werkt en niet werkt. Maar hoe zit het nou echt? Daar gaan we nou op zoek. En natuurlijk op het einde van de aflevering gaan we zoomen met Vroemen, Guido Vroemen, onze sportarts en topcoach. Gaan we hem vragen of hij nog geheime tips en tricks heeft voor zijn atleten om kramp te voorkomen. Maar goed, voordat we beginnen, Jurgen, even kijken naar wat er gebeurd is de afgelopen tijd met lezers en kijkers. Vind ik altijd leuk. En dan wil ik bij deze beginnen. Voor de kijkers op YouTube laat ik het dan zien, maar voor de luisteraars zal ik het uitleggen. Een tweet van alweer begin oktober. Wij deden op de zaterdag, pakte ik de brievenbus en daar lag hij, de transition. Ik kreeg hem pas op maandag. Dus echt? Ja, dat is toch een verschil in een leven. Misschien belangrijke mensen is. Maar het leuke nieuws is, mocht je zelf geen triatleet zijn of niet lid zijn van de Nederlandse Triathlonbond, dan ken je dit blad niet. Transition, prachtig blad. Ja. Ik zit lekker te bladeren en ik had hem helemaal niet verwacht. Op bladzijde 52, wauw, stonden we in. Ja. Hartstikke leuk. Dus welkom aan alle nieuwe triatleten als luisteraars die ons daardoor gevonden hebben. En toch leuk tweetje ook van Jan Steehouwer, Iron Manager NL op Twitter, @IronManagerNL. Die dan schrijft, zondagmorgen regen buiten, oefeningen op het matje met jullie podcast op de oren. Nou, daar glimmen wij van, toch? Ja, absoluut. Leuk. En leuk, Jan, dat je ons dat even laat weten. Wil je ons ook laten weten waar je luistert? @SlimmerPodcast, Twitter en Instagram. Maar er was meer. Maar voordat ik daarin wil duiken, wil ik toch even uitleggen. Ik zat na te denken, op het einde van zo'n aflevering heb ik al zo'n hele riedel, hè. Doe dit, doe dat, doe dat. Ik dacht, ik ga orde scheppen. Weet je, want wat het eigenlijk is, wederom kijkers op YouTube zien hem in beeld. Luisteraars, ik ga het uitleggen. Er is eigenlijk een soort Slimmer Presteren podcast piramidespel. Wauw. Ja, er zijn 7 levels. En op het moment dat je dit hoort of ziet, dan ben je natuurlijk level 1. Dat is het allerbelangrijkste level. Dan ben je luisteraar of kijker. Daar draait het natuurlijk uiteindelijk om. Maar Jurgen, jij en ik hebben toch ook een ambitie om dit lang vol te houden? Tuurlijk, ja. En dan moeten we toch ook nadenken, hoe kunnen we hier inkomsten uit gaan genereren? En dan is het belangrijk dat we jou als kijker of luisteraar een paar levels omhoog in die piramide krijgen. Want dat helpt ons om aan andere mensen te bewijzen dat jij er bent. Dus ik neem even heel snel de levels door. Level 2,
druk dan ook even op abonneren. Dat zeggen we ook altijd in de intro. Maar dat zijn statistieken die we goed zien. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Zien we dat je abonneert. Kleine redelijk, moeite. Redelijk makkelijk te halen, ja. Dit level, denk ik. YouTube, ja, dat kan iedereen. Dus één klik. Eén klik, ja. Moet lukken. Dus als je het niet gedaan hebt, doe het nu meteen. Volgende is dan level 3. Ik refereerde net al even aan @slimmerpodcast. Ja. Ja. Ga ons even volgen op Twitter of Instagram. Zodat ook die getallen wat opkomen. En we kunnen bewijzen dat jij bestaat. Dat is ook leuk, want dan kun je makkelijk reageren op een aflevering. Krijg je altijd op vrijdagochtend een mooie post dat er weer een nieuwe aflevering staat. Level 4, daar is al... Het zijn ook, hoe hoger je komt, hoe meer moeite. Hè? Ja, zeker. Wij hebben een mailinglijst. Hè? Voor mensen die graag in hun e-mail willen ontvangen dat er een nieuwe aflevering is. Ga naar onze website www.slimmerpodcast.nl en dan kun je je e-mailadres achterlaten. Of je kan ons natuurlijk direct mailen. post@slimmerpodcast.nl. Dat doen steeds meer mensen. Superleuk. Ja, en dan komen we level 5, ja. 6, 7. Dan gaat het jou echt moeite kosten. En dan vinden we het ook echt super tof dat je het doet. Level 5, een review. Dat is al een tijd niet meer gebeurd. De laatste is van Jeff Bogers uit mei 2020. Dus ik wil toch iedereen die nu regelmatig luistert oproepen. Nou, doe dat even. Met name Apple Podcast is daar geschikt voor. Spotify luisteraars, ja, daar kan dat helemaal niet. Nee. Maar zit je nu te luisteren op Apple? Ga even naar de pagina van het programma en laat een review achter. Want dat helpt hopelijk, zodat wij bijvoorbeeld in het lijstje... Ook als je het niet goed vindt, hè? Ik bedoel... Ja, dat is waar. Maar dan mag je ook mailen. Dan mag je ook gewoon mailen. Daar doen we wat mee. Doen ook meer mensen, hoor. De kritische tips. Remco, Renes bijvoorbeeld. Nou, en dan komen we bij het volgende level. Remco is level 6. Ja. Die is namelijk vriend of vriendin van de show. Dat doe je via het platform vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast. Daar kan je reacties achterlaten. Daar kan je een voicemail voor ons inspreken. En daar kun je dus ook, ja, ik snap dat dit heftig is hoor, dan moet je echt wel fan zijn. Maar daar kan je doneren. Ja. En dat helpt ons natuurlijk ook om uiteindelijk ook de kosten te dekken en lang door te gaan. En nou, Remco Renes is een vriend van de show. Er zijn op dit moment, moeten gewoon eerlijk zijn, nog niet zoveel. Nee. Mijn moeder. Maar herkenbaar aan de shirt wat ze aan hebben. Ja. Ja, want we hebben er gewoon nog shirts over. Als je vriend van de show wordt, krijg je een mooi shirt. Slimmer presteren podcastje. Dat gaat stormlopen. Ja, en dan level 7. Daar willen we toch in 2021 wat meer focus op gaan leggen. Is ja, je kan natuurlijk ook gewoon sponsor worden of adverteren in de Slimmer presteren podcast. En misschien is het toch belangrijk om te zeggen, live online events, doet dat vanaf het begin. Nou, ik kan uit eigen ervaring zeggen, het is nog nooit zo druk geweest bij het bedrijf live online events. Kan verschillende oorzaken hebben, maar misschien is hun bijdrage aan deze podcast daar toch ook wel debet aan. Dus kent jij of ben jij nog iemand met een bedrijf, product of dienst die onder aandacht wil komen van mensen die graag zichzelf willen verbeteren? Je kan bij ons terecht, hè? En daarmee gaan we het imperium groter maken. Gaan we ook leukere dingen doen. Live events. Wauw. Pubquiz, hè, ja, werkwaard. Nou ja, dus kortom, doe mee. Nou, nog een paar mensen die dat doen. Bijvoorbeeld Maurice Foukema. Ik ga niet het verhaal vertellen wat hij mailde, want dat was heel bijzonder. Maar ik wil wel, Maurice, als je luistert, even een shout-out. Heel bijzonder mail hebben, e-mail hebben van je gehad. En nou, we hopen dat het goed met je gaat. En dat je wat aan ons advies hebt. Laat ons nog even weten hoe het afloopt. Dan Carlo van Echtdom, hebben we al eerder besproken. Mm-hmm. Die de eerste man die mij herkende, hè, bij de Henschotemeer Games. Die reageerde ook op onze aflevering over bietensap. Populaire aflevering. Leuk deze aflevering te zien, want ik zag Gerrit voor de start. Ben benieuwd naar het verband tussen bietensap. Want ik hoor ook wel eens dat te veel spinazie en dergelijke groenten in een week niet goed voor je is. Misschien leuk, en daar komen we, daarom lees ik hem even voor. Dat vinden we ook tof als luisteraars dat doen. Misschien leuk voor een aflevering. Ja. Wanneer is veel te veel? Bijvoorbeeld bij voedingssupplementen. De schaatser Kramer heeft in mijn geheugen eens te veel vitamine B6 ingenomen, waardoor hij onverklaarbare problemen kreeg als prestatieverlies en spierpijn. Nitraat is te veel ook niet goed. Oftewel moeten wij als amateursporter ook oppassen voor goed bedoeld te veel van te nemen. Naast te veel alcohol, koffie en suikers natuurlijk, zegt hij. Dus wat denk je, mede-redacteur? Tijd voor een aflevering over te veel? Ja, gaan we doen. Leuk. Nemen we mee. Dankjewel, ja. Carlo van Echtdom. En tot slot een laatste en mooie bruggetje naar het onderwerp van vandaag. René Vosters mailde ons. Hij zegt, toevalligerwijs vond ik jullie podcast. Ik lig te herstellen van een zware hersenschudding. Balen, sorry René. En ik begin me aardig te vervelen. Jullie podcast gaan me de komende dagen een stukje draaglijker maken. Ik luister met veel interesse en plezier naar de verschillende afleveringen. Dus nou ja, als je deze podcast voor het eerst nu ontdekt. Je kan inmiddels waar zitten we? Nou, meer dan 30 afleveringen terugluisteren. Hè? Dus, met of zonder hersenschudding. Je hoeft geen hersenschudding te hebben. Nee, je mag iedereen. Maar het bruggetje.
is natuurlijk pijn. Ja. En het leuke is, het onderwerp van vandaag, kramp, is eigenlijk ook aangedragen door een luisteraar natuurlijk. Dus laten we maar eens bij het begin beginnen, Jurgen. Ja. Zoals altijd. Kramp. Kramp, wat is dat? Ja. Wat gebeurt er? Ken je het? Nou, daar zat ik over na te denken in de voorbereiding. Ik heb weinig last van kramp, moet ik zeggen. Even afkloppen. Ik weet niet of het kan. Ja, je bent een jonge god, hè? Dat, Ik ben nog niet zo heel oud. En op een of andere manier, ik heb 1-2 keer dat ik echt inderdaad in de kuit. Maar nog nooit in een race, nog nooit in een wedstrijd. Ik heb nog nooit geparkeerd gestaan met kramp. Na afloop of zo? En ik heb 1 keer gehad in een hele lange fietstocht. En dan nog even opeens gaan sprinten. Ja, heuvelop. Dan schiet het dan, erin. Dan zeg maar. Komt hij er wel in. Ja. Maar verder heb ik er weinig last van. Ja, ik moet zeggen, ik vond het ook lange tijd een... Dat iets waar je denkt, nou, niks voor mij. Ik bedoel, en dan deed je het snel af van ongetraindheid of noem maar op. Maar ik moet zeggen, nou, die hernia is toch mijn hele fysiek veranderd. Ja, jij hebt hernia gehad en jij hebt nu last van kramp? Nou, toen heb ik eigenlijk de laatste... Het is nu gelukkig even afkloppen, een stuk beter... Eigenlijk wel weer heel goed. Ja, nu zit het meer in mijn rug weer of zo, zeg maar. Aan de andere plek. Nee, ik had mijn linkerbeen was de... Nou ja, sowieso met een hernia. En dan weet je ook, ervaar je wat pijn is door kramp. Ja. Want ik weet... ik had een raar gevoel. Iets van... Ik kwam beneden en ik denk, nou, ga een stukje lopen. En ineens schiet het er vol in je hele been. En je kan niks. Dus dit is gewoon, dan is het mega, mega kramp. En dan denk je, oké. En dat werd in dit geval veroorzaakt door die hernia. Ja, je toen kramp pas in je ging ik denken, hey, maar dit is niet normaal. En toen werd me wel duidelijk dat het gewoon een hernia was op dat moment. Ja. Nou ja, daar ben ik inmiddels grotendeels van hersteld. Ik zeg grotendeels, omdat dan nog steeds, dat linkerbeen is nog steeds. Als er iets niet lekker gaat, dan is het linkerbeen. Dan heb ik begin gehad, als ik weer ging hardlopen, ging gewoon na 3-4 kilometer... Nou, patsboom, ja, je pats zei boom, het al. Ja. In die kuit, op slot eigenlijk. En dan kun je een keer gaan rekken. Dan probeer je het weer rustig. Schiet er gewoon weer terug bij je in. Ja, dan ga je gewoon wandelend naar huis. En dan wandel wandelend je en balend. Ja. En dan denk je, in mijn geval dacht ik, maar dat moet met die hernia te maken hebben. Want, kramp wordt ook vaak gesuggereerd met, te weinig gedronken. Ja, dat is wat ik weet van de internetwijsheid. Te veel zout verliezen. Ja. Je moet elektrolyten eten. Dat komen we misschien zo op wat je allemaal moet doen om kramp te voorkomen. Ja. Maar dan wil ik eerst even begrijpen, wat gebeurt er bij kramp? Ja. Wat is de fysiologie van kramp? Dit is een kramp? Onwillekeurig contractie, samentrekking van de spier. En ongewild ook, dat is het belangrijkste. Ja. Dus er gebeurt iets. En ook langdurig dan. Ja, want hij pakt het trekt samen en hij gaat niet meer los. Nee, niet op een manier... Oh, verrek! Ik heb natuurlijk wel kramp gehad, dat is waar. Over een bijzonder... Ik moet opeens denken. Mijn tweede marathon Rotterdam heb ik natuurlijk kramp in mijn diafragma gehad. Dat verhaal hebben we hier wel eens opgedist. Voor de mensen die het verhaal niet kennen, heel kort. Ik ging als een speer, ik liep super vlak, had nergens last van. Ik dacht, zo, ga deze even onder de 3,5 duwen. En toen bij kilometer 5,36 opeens, precies wat je zegt, patsboom. Ja. Ik kreeg geen lucht meer. En ik was heel zenuwachtig, ik had heel veel jelletjes gegeten. Dus ik denk, ik heb mijn leven vergiftigd. Het voelde wel echt niet goed. Ja. En later inderdaad lag ik op massagetafel en die masseur kon nog zien. Ik had ook, naast dat ik veel te veel jelletjes had gegeten, had ik inderdaad ook vrij geforceerd vanaf kilometer 18, 19 ademhalingsoefeningen lopen doen. Ja. Ja, want dat staat in het boek van Sportrusten. Als je na het uitademen even vasthoudt, dan kun je je hartslag omlaag krijgen. Ja. Wat ook zo is. Alleen, achteraf wijst het achteraf. Ja, als jij anderhalf uur lang, terwijl je dat... Hè, credits to Koen de Jong en Sportrusten. Ik had dat niet getraind. Hij schrijft natuurlijk voor, moet je 2 keer per dag 10 minuten doen. Dus dan heb je natuurlijk die spieren. Had ik niet gedaan. Ik had wel gelezen, ik had wel... En ik ging opeens tijdens mijn marathon anderhalf uur lang... mijn ademhaling even vasthouden voordat ik weer inademde. Je hebt gewoon een dubbele marathon gedaan. Ik bedoel, ik heb dus een spier. Spieren ik heb een spier enorm aan het werk gezet die dat niet gewend was. Ja. Dus die zei na anderhalf uur wel, en nou ben ik er wel klaar mee. Ja. Pats. En je diafragma is dus de spier die je longen beweegt. En dan krijg je dus geen lucht meer. Die ga je ook niet even oprekken of zo. Nee. Ik bedoel, als jij je kuit hebt of je hamstring, dan is het dan... van nature ga je dan wat rekken. Dan gaat misschien iets beter, lager tempo, maar moet je blijven doen. Wandelen, wachten, toen ging het weg, maar daardoor was ik afgekoeld en waren vervolgens alle spieren in mijn benen ook zuur. En had ik dus de laatste 6 kilometer de shock of shame naar de finish. Ja. Maar terug naar, wat gebeurt er in die spier? Contractie? Ja.
En dan? En dus op dat moment contractie en pijn. En een contractie die echt minuten kan aanhouden. Ja. En ja, dus daardoor krijg je kan je niet meer normaal bewegen zoals de spier doet om vooruit te komen. Ja. Ja, dus het is helder, super. Ik denk dat iedereen die het gehad heeft, herkent dit. Maar nu de motorkap, de wetenschappelijke studies. Ik heb een review erbij gehaald van een jaar geleden. Die heeft een stuk of 300 studies bekeken die op dit gebied gegaan zijn. Nou, en die komt ook duidelijk al met zijn intro uit van ja, er zijn altijd twee sporen die bewandeld worden. En de ene richt zich inderdaad op een verstoorde elektrolytenbalans. Nou, elektrolyten zijn die kleine, zijn die ionen zoals natrium, kalium, chloor. Nou, die hebben allemaal een belangrijke functie in je lichaam. Ja. En als die eenmaal te weinig of te veel, maar meestal te weinig van is, ja, dan, en het zijn belangrijk, bijvoorbeeld natrium is heel belangrijk voor de spiercontractie. Spiercontractie begint met een zenuw. Ja, die zegt. Die geeft neurotransmitter af, een stofje. Die gaat op die spiervezel, op die receptoren zitten. En die worden dan gedepolariseerd. En gedepolariseerd is eigenlijk een verandering in voltage, in spanning. Ja. En dat komt door ionkanalen, waardoor natrium bijvoorbeeld stroomt en andere ionen. Ja. Dus ik bedoel, dat is het begin eigenlijk. Dus deze chemische stofjes zijn uiteindelijk is het gewoon basis natuurkunde elektriciteit. Ja. Het werkt met spannetjes. Precies. En die ionen zijn nodig voor de geleiding van die spanning. Ja. En is dus dan de hypothese, moeilijk woord voor wat mensen denken dat het is, dat als je die stofjes gaat missen of die kom je in tekort, kan die geleiding niet meer goed werken. Ja. Dan werkt die depolarisatie niet meer goed. En dat is het begin van alle ellende. Klopt. Maar wij hebben hier al heel bewust, gebruiken de woorden, denken mensen dat. Ja. Weten we dit niet dan? Ja, goed. En het idee is op zich niet gek. Want ze hebben al studies gedaan ooit bij mensen die zware werkers in de industrie. Ja. Studies in de jaren 30 van de vorige eeuw haalt hij dat artikel aan. En ja, kijk, ze deden niet meer dan dat zij mensen hadden die ontzettend zwaar werk verrichten. Ja. Bijvoorbeeld de bouw van de Hoover Dam. Ja, die zit in Amerika. Bij de Grand Canyon in de buurt, richting Las Vegas. Daar. Hebben ze die mensen gewoon gevolgd, genoteerd van wanneer ze krampen kregen. En daar dat ook gerelateerd van, het zweet, wat zit daarin? En ze probeerden toen ook al ionen te meten en concentratie, ook in het bloed. En dan vonden ze eigenlijk toch wel iets van, het leek erop dat de mensen die meer kramp hadden van die werkers, dat die ook minder natrium in hun zweet hadden en in hun urine, bloed. Nou, dan heb je een leuke associatie. Dus zo is de in eerste instantie dat inzicht gekomen. Hebben we vaak hier in de Slimme Presteren podcast. Waar komt zo'n inzicht vandaan? We hebben zweet gemeten en we zien bij mensen die kramp hebben, zit er in het zweet minder natrium. En als ze die mensen dan een pilletje met zout gaven of gewoon wat extra zout, leek het beter te gaan. Aha. Nou, dus daar is het. Ja. Dus ik moet zeggen, het is niet gek. Het is absoluut geen gek gedachte. En alleen het probleem vaak met studies is om het dan echt, hebben we een kip-ei verhaal van, het is gewoon heel moeilijk om kramp op te wekken. Ja, je kan, want je kan niet zeggen van jullie gaan allemaal 5 kilometer hardlopen en dan, iedereen krijgt kramp. Of je kan dat van tevoren niet voorspellen of je moet dit en dit doen en dan krijg je kramp. Dus en kan je het nog met soort dierproeven of zo? We hebben in deze podcast sowieso, wel eens over kikkerbenen, met elektroden. En dat kun je bij mensen ook. Je kan gewoon spieren stimuleren. Ja. Dus of rechtstreeks of door de zenuwen naartoe te stimuleren. Nou, wat ze dan wel doen is meestal wel wat kleine spiergroepjes. Kijk, je wil niet je hele brein. Ik zou jou even in de kramp zetten. Ja. Nee. Maar dat is misschien met vingers of duimpjes of tenen, voeten. Ja, dat gebeurt. Alleen de vraag is van, en dan kun je natuurlijk spelen met de frequentie van stimulatiefrequentie, een bepaalde drempelwaarde instellen, kijken hoe dat verandert. En dan lukt het meestal wel om experimenteel model van kramp op te wekken. Ja. En alleen dan merken ze als ze dan een elektrolytendrankje geven met meer natrium, dat niks uitmaakt.
in zo'n model. En ook niet... Ik zie de boze reacties nu al komen. Hè, en van ook mensen dat die ze dan zeggen, hey, maar bij de ene, als je dan ziet, want niet iedereen reageert zelf, dus dan gaan ze kijken, hey, bij de mensen die eerder kramp krijgen bij een bepaalde frequentie of stimulatie. En dan gaan ze bloed meten en dan zeggen ze, ja, nee, daar zien we niks aan. Dus dat maakt het al van, het is niet eenduidig om te zeggen, het ligt aan het tekort aan natrium of kalium. En dat is, mensen nemen vaak bananen, hè? Ja. Met het idee, het is kalium, is altijd goed. En ik las ook een studie, inderdaad, ze hadden bij 300 dure atleten gevraagd, waar denk je dat kramp vandaan komt? Ja, tekort aan natrium of kalium. Ja. Nou, Bob, dat was precies. Gewoon, is echt in het kop van... In de kop van al een die soort, dure... internetwijsheid. Ja. Andere, maar daar zet ik wel weer tegenover. Als zij nou mensen in een sauna zetten... Ja. En dan flink laten zweten... En daarmee ook wat elektrolyten verliezen... En daarna een kramp opwekken in hun tenen... Ja. Ja, door dus, stimuleren van de zenuwen. Ja, of misschien zelfs, ik denk dat als je gewoon specifiek op jouw hak omhoog duwt, zeg maar, op je tenen. Ja. Ik ben daar best gevoelig voor. Ja. Kramp onder mijn voeten bij dat soort oefeningen. Ja, dat heb ik trouwens wel bij het zwemmen inderdaad. Ja. Ik heb wel af en toe kramp, ik kom er langzaam achter. Ja. Nou, dan hebben ze dat een beetje experimenteel zo gedaan. En dan zagen ze gewoon, na een sauna trad dat eerder op. Ja. En als ik dan als ze dan water lieten drinken, of juist met elektrolyten erin, ging het beter. Okay. Dus daar zit zeker dus wat in. Dus zegt men weer, zie je wel, oorzaak gevolg. Precies, wij kunnen kramp voorkomen met elektrolyten langs. Maar aan de andere kant, als ik ga hardlopen en het is gewoon helemaal niet warm en na 3 kilometer schiet het in mijn kuit. Dan is er iets anders aan. Geloof ik niet. Dus daar kom je bij het andere spoor. Ja, dus dit was het spoor. Het ligt aan de elektrolyten, oftewel chemische stofjes zoals kalium, calcium, natrium. Precies. Die de spierglijding belemmeren. Ja. Of de spieraansturing eigenlijk. Hè? Ja. Wat is het andere spoor? Andere spoor is dat het juist niet zozeer in de spier ligt, maar aan de zenuwen. Okay. En dat er iets verstoord is in de zenuwaansturing. En dan gaan ze meer terug in, we hebben het wel eens gehad over het aansturen vanaf van de spieren vanuit de hersenen. Hè? Daar zitten alle motorcentra die allerlei input vanuit de periferie krijgen, bijvoorbeeld van je spieren. Ja. Je spieren zenden allerlei signalen uit van als ze te zwaar krijgen, of als er schade dreigt op te treden, of als er al schade is. En dat zorgt in principe voor dat jij rustiger aan gaat doen. Ja. Maar... het idee is dan dat bij kramp op de een of andere manier die feedback, die signalering niet goed werkt, waardoor die zenuw gewoon vol blijft geactiveerd wordt, vol blijft vuren. Ja. En dat daar dan loopt het spaak. Want die spier zegt, hey, er gaat iets niet goed, ophouden, er is misschien schade. Ja. En juist, maar die zenuw, die trekt zich daar niks van aan. En dan trekt het systeem zichzelf op de noodrem of zo. Nou ja, dat is meer van, dan wordt het inderdaad helemaal uit balans. En dan is dat misschien nog een noodoplossing van de spieren. Dan zeg je, no way, we kunnen echt niet verder. Ik stop. Ik ga gewoon vol in die contractie, in die samentrekking. En daar zijn ook gewoon aanwijzingen Hoe testen voor. Ze dat? Even methodologisch, vind ik interessant. Dan kom je eigenlijk op... ook wel in diermodellen, maar ook op het stukje van dat ze toch gevonden hebben dat bepaalde kanalen, receptoren, en dan kom je bij wat jij zei, augurkensap bijvoorbeeld. Ja, komen we zo op, bij de praktische oplossingen en tips. Ja, nou dat ze zien dat als mensen, in de studie waar ze dus elektrisch weer kramp hebben geïnduceerd, dan bleek dat als ze dan mensen 1 milliliter augurkensap lieten drinken, 2 seconden nadat het kramp optrad, dat dan de duur van de kramp echt met 40% afnam. Niet. Nee, het is ook één studie en noem maar op, maar het is echt. Ja, maar dan ga je denken, en hoe werkt dat dan precies? Nou, daar hebben ze het. Ook weer even de basis. We zitten in het zijpadje. Het komt door zenuwfalen. Ja. Augurkensap. Ja, wat zit er in augurkensap? Ja, weet daar dat? Zit. Ja, quinine wordt dan ook genoemd, wat in bitter lemon zit. Mensen neigen ook naar hete pepers. Maar dan dacht ik, dat zit meer dat capsaïcine is ook zo'n. Ja. Nee, je hebt maar wel. Maar het is dus niet dat augurkensap toevallig ook vol met kalium of natrium of calcium. Nee, precies. Want wat ze toen in die studie ook hebben gekeken, verandert iets in de elektrolyten. Ja.
Nee, dat is dus niet het geval. Oké. Okay. Met daarbij wel de opmerking die iedereen dan plaatst. Ja, maar hoe goed kun jij je elektrolyten meten aan de hand van je zweet, je urine en je bloed? Je moet eigenlijk precies weten wat er in die spier plaatsvindt. Ja. En dat is natuurlijk een stuk moeilijker. En dat kan niemand. Nee. Die data zijn er gewoon niet. Dan moet je sensoren in je spier gaan steken of noem maar op. En niet invasief met MRI-achtige technieken, spectroscopie, zou het misschien mogelijk zijn. Maar dat doe je niet. Dus augurkensap werkte daar. Nou ja, en wat ze wel weten is dat dat specifiek werkt op bepaalde receptoren. De TRP, de Transient Receptor Potential receptoren, die zit je in mond, zijn belangrijk voor smaak en pijn. Ja. En die, ik zet het wel in de show notes. En daar is inderdaad een drankje op de markt. Hotshot. Hotshot. Ja, en dat zet ze heel mooi. Ontwikkeld in samenwerking met iemand die de Nobelprijs heeft gewonnen. Ja, belangrijk even denk ik tegenwoordig om te zeggen. Wij riepen net op voor adverteerders. Hotshot is geen adverteerder, hè? Dat zouden we duidelijk markeren als dat zo zou zijn. Ja. Maar ik ben wel getriggerd. Niet zozeer dat een Nobelprijswinnaar ermee te maken heeft. En dan zeggen ze, ja, die vent ging kajakken en een kajaktocht. En kreeg hij ook kramp. En toen ging hij eens overleggen met zijn vriendjes die ook in het veld zaten. Nou, die man doet onderzoek, heeft hij gedaan, naar die TRP-receptoren, die bepaalde... Ja. Een TRP-receptor toch, dat zit in je zenuwbanen. Ja. Nou, precies. Dat heeft te maken in dat stuk. In dat is het begin eigenlijk in je mond. Die stimuleert eigenlijk, als je die dan stimuleert, de receptoren. Dus die stofjes, de augurkensap, hotshot, gaat op die receptoren zitten. Die zorgen voor inderdaad een signaal door die zenuwen heen. Ja. En wat zij suggereren, die zenuwen gaan deels al naar de hersenen, waar ze misschien wel bij die motorcentra wat doen. Maar gaan ook door naar het ruggenmerg. En daar kunnen ze mogelijk ook nog juist in contact komen met andere zenuwen die je spieren aansturen. Maar dat is allemaal natuurlijk... Maar dit is nogal een claim. Ja, dus is dan claim. De vraag, meneer de wetenschapsjournalist, wat is de wetenschappelijke basis van Hotshot? Los van die ene augurkensapstudie, het is gewoon verdomde moeilijk, want wie gaat er nou nog naast jouw bidon met water in mijn geval, andere mensen met sportdrank en elektrolyten of noem maar op, ook nog een bidonnetje of iets met augurkensap meenemen of hotshot. En dan op het moment dat die kramp krijgt. Want dat is het. Qua timing, het werkt niet preventief. Nee. Ik moet ook denken, voetballers. Hè? We hebben inmiddels ook in onze piramide met luisteraars en volgers veel mensen die betrokken zijn in de voetbalwereld. Ja. Daar is het natuurlijk ook klassiek. Als het daar een keer verlengen wordt, schieten ze allemaal aan de kramp. Hamstring. Dus dan een tip, weet je wat... We zien een verlenging aankomen, we trekken de tas met de hotshot open en we gaan allemaal aan de augurkensap. Ja, het lijkt voorlopig alleen maar het bewijs zijn, als het er is, dan is dit een manier om uit de kramp, om die zenuwstimulatie op de een of andere manier te... Oké, dus het zou wel kunnen, als we dan de dokter het veld op zien rennen, gaat hij niet staan rekken, maar gooit een shot augurkensap erin. Ja, dus ik was zelf, dus ik bedoel, ik sluit het niet uit, maar het is gewoon verdomde moeilijk om het toepasbaar te maken. Er is een studie, gefinancierd door de producent zelf Nee, was wel onafhankelijke augurkensap. En volgens mij niet door een of andere fabrikant van augurken. Dus we zouden hier op de voorfront van het oplossen van kramp kunnen zitten. Ja. Interessant. Je hoort het hier eerst in de Slimme Presteren podcast. Nog even terug, want dan komen we dadelijk bij wat meer mogelijke oplossingen. Jij zegt er zijn twee sporen, elektrolyten en zenuwaansturing. Waar is het derde spoor? Ik heb altijd geleerd, internetwijsheid, je hebt te weinig gedronken, zeggen we ook in de inhoud. Water. Ja, maar dat is dan wel gecorreleerd, denk ik, aan die elektrolytenbalans. Ah, oké, dat zit in dat ook spoor. Ook die werklui aan de Hoeverdam was het ook iets van als ze gewoon extra... die waren uitgedroogd, inderdaad, of hadden te weinig gedronken. Maar ook daar hebben we het eerder over gehad. Ja, die algemene wijsheid van je mag nooit 2% meer... Dat is niet waar, hè? Ik verwijs iedereen even naar onze aflevering over sportdrank en het gevaar van te veel drinken. Ja. Dus in die zin, mogelijk kan dat ook wel eens bij iemand hebben geleid tot. Maar het is gewoon niet eenduidig. En dat is ook wat dat reviewartikel zegt. Ja, de ene kramp lijkt de andere gewoon niet te zijn. Wat is nou kramp? Defineer nou eens goed kramp. Ja, dat is natuurlijk een bepaalde subjectieve ervaring, maar daar begint het mee. Ja.
Maar je gaat dan niet direct in die spier kijken van, hé, wat gebeurt er nou precies, zeg maar. Nee, dat lukt niet. Dat kan eigenlijk niet. Dat is eigenlijk, dan ben je al te en dan, laat. En dan van, hoor ik dus nu van jou, ik hoor jou een aantal onderscheiden maken. Er is dus misschien wel allebei waar, hè? Misschien is er wel kramp veroorzaakt door tekort aan elektrolyten. Ja. Misschien is er wel kramp door zenuwverstoring. Ja. En dan hoor ik je ook al een paar keer in een bijzin zeggen, het is ook nog van persoon tot persoon verschillend. Ja. En dat zou dan weer verklaren waarom ik bijna nooit last van kramp heb. Ja. En u het er tegen. Nou dat ja, dat ook is ook verhaal. Wel. Nou ja, dan kom je op die associatie. Hou hem even vast. Je ja, hebt een Zuid-Afrikaan, dan moet ik even zijn naam, dus toch wel een held op dat gebied. Het is niet Rostucker. Nee, zoek jij het even op. Vertel ik even nog het verhaal van Jaap van de Ende. Want toen ik nadacht over kramp. Jaap, clubgenoot bij de UTT van ons, is krampgevoelig. En ik zal nooit vergeten dat wij samen in Amersfoort mee gingen doen. Keistad Triathlon. Ik geloof zijn eerste zelfs. Jaap zwemt beter dan ik. Ja. Jaap fietst veel beter dan Jaap ik. Jaap trapt ontzettend hard. Ja, maar lange lijf. Ergens probeer ik toch een beetje bij Jaap aan te klampen. En hij was natuurlijk mij ver vooruit. Maar toen kwam de T2, de wissel van het fietsen naar het lopen. En dan zag ik hem staan. En hij zei, ja, daar heb ik altijd last van. Ja. Hij stapt van zijn fiets af. En hij gaat dus vol de kramp in. Ja. En dan staat hij dus echt 2-3 minuten te rekken. Ja. Voordat hij opeens kan beginnen met hardlopen. Ja. En dat is dan ook al zoiets van, ja, begint het, is het aan het begin of aan het eind? Dat maakt dus ook niet uit. Sommige mensen, nou ja, je kunt je natuurlijk bij een sprint, zie je wel eens, hè, die 100 meter sprints, van dan schiet het erin of bij een voetballer. Ja. Dat is dan scheur je bijna je hamstring af. Maar in het geval van Jaap geeft dat ook al aan. Ja, tuurlijk, hij had al ingespannen en hij ging nou een andere beweging doen. Maar het is nou niet dat hij juist op het eind van dat lopen. Nee, het was voordat hij begon met lopen. Gewoon op het moment dat hij van de fiets afstapt. En dat maakt het ook wel, dus kramp, verschillende spieren. Het is nooit altijd in de kuit of hamstring of noem maar op. Heb je het wel eens in je kaken gehad? Nee, maar ik ben wel een enorme knarsetander. Dus sowieso zit er veel spanning in mijn kaakspieren. Op middenrif onwillekeurig. Ik heb wel eens bij het gapen gehad of zo. Nou, dat is verschrikkelijk. Oké, Martin Schwelnoes is een Zuid-Afrikaan. Die doet heel veel werk hierop. Ja. Maar die kan niet veel meer dan gewoon aan mensen vragen die meedoen aan duurevenementen. Jongens, vul even voor mij iets in over je voeding vooraf, je training vooraf, je leeftijd, et cetera. Vragenlijsten. En dan houdt hij bij, na afloop komt hij terug bij die mensen van, en kreeg je kramp of niet? Nou, en die kwam uit op het volgende. Bij 2000 lopers had hij geïnformeerd op die manier. Nou, en bij hem was de kenmerkende persoon, atleet, die kramp kreeg. Man. Ouder dan 40, verhoogd BMI, medicijngebruik, ziektegeschiedenis van darmproblemen of nier- en blaasproblemen. Laatste 12 maanden blessure gehad, dat ben ik dan. Minder dan 5 jaar aan het lopen, minder dan 3 keer per week. Ja. En langzame lopers. Dus langzamer dan 6 kilometer per uur. Hij vraagt aan heel veel lopers, heb jij kramp gehad? En dan gaat hij in zijn data wederom omgekeerd proberen te af te leiden van de mensen die ja zeggen. Wat voor factoren dan hebben Dan laat hij wat statistiek op los van wat geeft een verhoogd risico. En dus dit zijn risicofactoren? Ja, dan komt hij op dit. Maar ja. Klinkt een beetje als een coronapatiënt. Dat woord moeten we niet gebruiken. Dat gaat Google ons. Maar ergens is het gewoon, dat wil helemaal niet zeggen. Er zijn nog genoeg mensen van ouder dan 40 met een oude BMI die geen kramp krijgen. En dan moet ik ook denken aan Hutchinson, die heeft laatst ook een stukje Alex Hutchinson, de auteur van het boek Endure, wat we hier al vaak altijd leuke stukken. Ook een studie in Spanje laatst gedaan bij een marathon van Valencia. 100 marathonlopers gevraagd. En die heeft van tevoren al van alles gemeten. En na afloop. Ja. Dan wist hij van tevoren, weet die Spanjaarden ook niet wie een kramp krijgen. Dus een beetje gokken. Ja. Nou, bleek toch dat 25% last had gehad van kramp. Misschien tijdens, sommigen misschien na afloop. En toen gingen die Spanjaarden maar eens kijken, oké, waar lag dat aan? Was dat op de een of andere manier te voorspellen? Nou ja, dus we begonnen met bloedafname, urine, zweet. Ja. Geen verschil. Dus die elektrolyten. Tussen mensen die wel kramp hadden en niet kramp. Ja, de krampers en de niet-krampers. Nou, oké, ja, dus niet de elektrolyten. Je wilt letterlijk geen verschil. Er waren natuurlijk wel verschillen, maar die waren niet verklarend voor of je nou wel of niet kramp kreeg. Ja. En hetzelfde voor eventueel uitdroging namen ze ook mee. Wat ze wel zagen is dat gewoon de groep krampers hadden meer spierschade. Dus je kunt enzymen meten. Ja.
creatine kinase is een goede. En LDH, lactaat dehydrogenase. Dat zijn gewoon. Er is veel van in spieren. En op het moment kun je je voorstellen, als er spierbeschadiging is, dan gaan die enzymen lekken. Ja. En die vind je dan terug in het bloed. Dus een piek daarin is een. Spierschade hebben we wel eens aangereflecteerd. Dus als ik een spier heel veel gebruik, krijg je van die micro-scheurtjes door het gebruik, dat is spierschade. Ja. Leidt uiteindelijk tot het gevoel van spierpijn. Echt, als die enzymen vrijkomen, is het best wel al serieuzere schade hoor. Dat dus is meer niet dan, even trainen. Dan een trainingseffect. Dat je, dus daar lag het dan wel aan. Denken ze, maar had het dan te maken met, hadden die mensen, hadden die de laatste week bijvoorbeeld te veel getraind? Nee, zagen ze geen verschil in. Hadden die sowieso minder ervaring? Nee, lag het ook niet aan. Gingen die mensen langzamer? Nee, lag het ook niet aan. Kortom, je noemt nu alle risicofactoren die het Zuid-Afrikaanse onderzoek vond. En ze hadden ook nog gekeken, gaan ze te hard van stapel? Ja. Nou, en dat hadden ze wel netjes gedaan, want ze hadden van tevoren bij iedereen een VO2-max-test afgenomen, dus de maximaal zuurstofopname. En dan hadden ze ook dat eigenlijk aan de hand van de hartslag gezegd, van konden ze mooi zien tijdens de race hoe je het aangepakt aan had. Aan de hand van het tempo, want de ene loopt nou eenmaal harder dan de andere. Ja. Maar als je dat relateert aan jouw maximale zuurstofopname of maximale hartslag, kan je mooi zien hoe zwaar de intensiteit uiteindelijk echt was tijdens jouw race. En dat zagen ze ook dus geen verschil. Kortom. Hun conclusie was, wij kunnen het niet verklaren. En er was één ding waar ze nog wel iets verschil in vonden. En dat bleek gewoon de groep niet-krampers deed regelmatig aan krachttraining. Aha, daar is hij dat weer. Is de bodyboost, de vierde discipline. Dus wellicht is dat toch de manier. En maakte dat nog uit? Wat voor krachttraining of zo diep gingen ze niet? Zo diep, nee. Dus ik denk, dat zou je wel kunnen zeggen. Oké, met spierschade, dat je toch gewoon een bepaalde... dat je spieren gewoon sterker zijn. Ja. Wow. En dat zie je dan niet zozeer terug aan de eindtijd of het feit dat ze harder van start kunnen gaan of durven gaan of noem maar op. Maar uiteindelijk, dus wel in de marathon zelf. In hoeverre die spier bestand is tegen die 42 kilometer samentrekken, ontspannen, samentrekken. Ja, ja. We hebben natuurlijk al vaker, al vanaf aflevering 3 en diverse afleveringen gehad over het belang van het afwisselen van trainen. Dus in dit geval, als je voor een marathon traint, moet je niet alleen maar gaan lopen. Moet je ook andere dingen doen, zodat je hele spieren en je hele lijf, met name ook je core, maar dus ook je benen, waarbij krachttraining allrounder is. Ja. En daar is looptraining en krachttraining dus heel belangrijk in. Ja. Kortom, als we voorzichtig proberen een tussenconclusie te maken, dan kunnen we dus eigenlijk zeggen, de wetenschap is er nog niet over uit. Nee. Kramp is een complex onderwerp, ligt aan heel veel dingen en er is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen. Ja. Jammer, want we zoeken natuurlijk eenduidige oplossingen. Ja. En er zijn eigenlijk nu twee dingen die we concreet als tip al kunnen zeggen. Er lijkt iets veelbelovends met augurkensap. Maar pas op het moment dat kramp optreedt, om het dan eruit te krijgen snel. Ja, ja. En het andere is eigenlijk deze laatste studie zegt, wacht even. Mensen die aan krachttraining doen, lijken de kans op kramp te verkleinen. Ja. Mooi. Ja. Concreet. Kunnen we hebben we nog maar één stap. We gaan zoomen. Guido, goedemorgen. 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 Welkom weer in de Slimmer Presteren podcast. Een aflevering over een onderwerp wat denk ik iedere atleet, amateur of prof bezighoudt. Kramp. Waar moet jij meteen aan denken als je dat hoort? Nou, pijn. Je kent het. Eigen ervaring? Ja, uiteraard. Uiteraard. Ja. Ben jij krampgevoelig? Nee, dat niet. Maar als je het hebt, dan is het wel zwaar vervelend, zeg maar. Ja. En toen? Augurkensap? Nou, meestal probeer je het eruit te rekken. Dat je denkt, de tegengestelde beweging doen. En denk, dat moet schiet erin. Maar ik heb dat ook wel eens onder mijn voet gehad. Als je dan aan het fietsen bent in je fietsschoen. Dat je denkt, dan heb je het gevoel alsof je tenen er werkelijk zo helemaal in de kramp is. En wat doe je dan? Je kunt helemaal niks. Je kunt helemaal niks rekken en zo. En denk, ellende! Ja. Aan andere dingen denken, zeggen ze dan. Uitklikken en dan denk ik, mijn god, wat een ellende, zeg. dan wachten dat het proberen te ontspannen en denk als het er nog maar uitgaat. De belangrijkste dingen die ik dan ook
Als je het eruit kunt rekken, dan is dat natuurlijk wel even direct het acute ding wat je kunt doen. Ja. Maar om het te voorkomen, er zijn altijd, wat je al zei, die elektrolyten, dat moet je sowieso in de gaten houden. Vaak is het dat niet, maar je moet, het is ook wel, zeker bij hele warme omstandigheden en bij die mensen die heel veel zweten en heel veel zout verliezen, daar is het wel een trigger. Mm-hmm. En daar verlies je gewoon zoveel zout en vocht, dan gebeurt het gewoon. Hè? Dan schiet het er gewoon eerder in. Ja. Dan hebben we het specifiek over hittekramp, dus, denk ik. Ja, ja precies. Ja, en zorg daar dus gewoon voor voldoende vochtinname en gewoon extra zout intake. Zeker bij hele warme omstandigheden met lange evenementen, dan moet je dat gewoon zeker in orde hebben. Want als je iets simpel in orde kunt hebben, dan is dat het wel. Ja. En zo'n hotshot drankje? Ja, augurkensap hebben wij het over gehad als moet oplossing. Moet die ook mee op de fiets? Of, ja, ken je dat? Ja, ik kende die hotshot, ken ik niet. En ik heb wel eens even gekeken wat erachter zit. En er zit een hele theorie achter. En de onderzoeken moeten nog gepubliceerd worden. Niet in de meest vooraanstaande journals. Maar oké, ik heb het wel een beetje snel even door kunnen nemen. Het blijft een beetje nog wel. Het is een andere pad, maar het blijft wel vaag. Hoe het dan zou moeten werken, hè, op je centrale zenuwstelsel via receptoren achter in je keel, in je mond. Augurkensap, ook dat zoiets. Helpt dat? Het zijn wel dingen waarvan ik zeg, probeer het wel eens even eerst uit. Ja maar hoe dan? Dat überhaupt niet te veel nadelen heeft. Hè? Weet je, als je het drinkt, dan zijn ook dingen die al meteen acuut nadelen geven en dat je daarover van over je nek gaat of weet ik wat. Ja, zo ja. Dat moet je ook niet hebben. Ja. Nee. Maar vaak, als mensen het proberen in de training, dan heb je ook geen kramp. Want het probleem is, je gaat meestal nooit dan zo diep of zo lang, zo hard. Nee. En ik denk dat kramp in de meeste gevallen gaat optreden als je iets vraagt van een spier waar die eigenlijk niet aan gewend is. Ja. Bijvoorbeeld anderhalf uur heel geforceerd ademen. Ja. Bijvoorbeeld, ja. Weet je, als je iets doet wat heel intensief is en wat lang duurt, waardoor die spier eigenlijk uitgeput raakt, dan zal die spier eerder in de kramp gaan schieten, omdat hij gewoon overbelast raakt. Ja. En dat is het echt, hè? Weet je, je vraagt iets, je doet iets waar de spier eigenlijk totaal niet voor in getraind is op dat op die tijd. Ja. En dan raakt hij eigenlijk het substraat, de energie raakt op. En hij heeft daarvoor bepaalde ionen nodig. Calcium, magnesium, al die zaken spelen mee. En als dat minder wordt, dan zal er ook een groter risico zijn op kramp. Ja. Hey, en Guido, je zegt dus inderdaad, zorg dat je vochthuishouding goed is. Zorg dat je je elektrolyten inneemt. Is daar nog een risico dat je daar overdoseert? Want ik vertelde al tegen Jurgen, niet in de uitzending, maar daarbuiten ging de Amstel Gold fietsen. Daar kreeg een van mijn maatjes, ultra-atleet ook, die kwam met pillen aanzetten. Natrium en cafeïne, weet ik veel. Maar ik appte net nog even, wat was dat? Was trouwens een hele rare ervaring. Ik heb zo blind pillen in mijn mik geduwd. Later dacht ik, wat was dat eigenlijk? Ja, dat is wel heel dubieus. Ja, en toen zei hij, het is dus dit. En hij stuurde wel een linkje door, maar zei hij, pas op, mensen met zoutintolerantie moeten dit absoluut niet nemen. Ja. Toen dacht ik, wacht even. Kan je hier ook de mist in gaan? Kan je overdoseren? Ja, je kunt natuurlijk, weet je, zouten. Mensen die nierproblemen hebben of mensen die familie hebben met nierproblemen, die moeten altijd heel erg opletten met hun zoutintake, want die kunnen niet zeg maar hun zouten zo uitscheiden, zoals wij dat, zoals je dat met normale nieren kunt. Dus dan moet je uitkijken met de hoeveelheid zoutintake, maar ook gewoon. Wij als mensen die dat wel de normale nierfunctie hebben, ook daar kun je niet ongelimiteerd gewoon maar heel veel zout innemen. Ja, hoe ga ik merken dat ik te veel zout heb ingenomen? Wat ga ik daar? Daar word je wel misselijk van. Je wordt er misselijk van? Ja, dan ga je een beetje, dan word je misselijk. Je zult ook wel waarschijnlijk wel gaan braken. En meestal hou ik aan voor mensen die in warme omstandigheden wat extra zout nemen, is eigenlijk zo'n een extra gram per uur.
Oké. Okay. Nou, en wat nog simpeler is, je koopt ORS. Hmm, en ja. ORS kennen we allemaal. Hè. Drankje. Of je hebt ook bruistabletjes, dat is nog makkelijker, want die gooi je gewoon in je bidon. Neem dan gewoon één ORS-tablet per uur. Oké. Okay. Ja. Ja. Daar zit eigenlijk alles in. Ja, dus jouw tip is eigenlijk, denk aan je zouten, niet te veel, 1 gram per uur of 1 ORS-tablet en je in je de bidon en je bent veilig. Helemaal goed. Dat is mooi concreet advies op, aan het eind van deze interessante aflevering. We gaan hem afrunden, Jurgen. En dan eindigen we traditioneel getrouw met een oproep aan onze luisteraars en kijkers om mee te praten. Leuk. Misschien wij zijn op zoek naar kramp-ramp-verhalen, toch? Deel met ons, wat is jou overkomen en hoe denk jij dat het kwam? Hoe heb je het opgelost? En misschien heb jij nog wel wat wijsheden aan te vullen op dus de wetenschap, die het niet goed weet. Maar ja, dan kijken we soms naar de praktijk. Pragmatisme. Zijn er mensen die augurkensap al geprobeerd hebben? Bijvoorbeeld. En hoe smaakt dat? Wij zijn heel benieuwd om van jou te horen. En dat kan via een aantal manieren. Via social media zijn we te vinden op Twitter en Instagram. De @slimmerpodcast. Zoek ons op. Zoek de post over deze aflevering. En reageer daaronder of daarop. Je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je een pagina over deze aflevering. En daar kun je onder reageren. Of je kan ons mailen via @slimmerpodcast.nl. En dat vinden we altijd leuk en dat nemen we graag mee in een toekomstige aflevering. En als je nou denkt, nou zeg, deze aflevering heeft echt mijn leven veranderd. Hierdoor ga ik mijn hele triathlon, mijn marathon of wat dan ook op een goede manier beëindigen. Misschien vind je het dan leuk om je dankbaarheid te uiten op iets wat met een beetje meer moeite kost. Bijvoorbeeld door een review op Apple Podcast, iTunes voormalig. Dat helpt ons voor de zichtbaarheid. Misschien wil je wel vriend van de show worden. Een kleine donatie doen. vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast. Dan kunnen we met elkaar steeds slimmer en beter gaan presteren. Dank tot zover, Guido. Dank je, Guido. Dank Jurgen. Hey, tot volgende week. Hoi. Hoi.